Met de nieuwe verkaveling aan de Ertvelde Steenweg in Oost-Eeklo komen er weer wat straten bij. Na een rondvraag bleek dat 55% van de Oost-Eeklonaren wel te vinden was voor een Zulma Rondasstraat. Zulma Rondas was een verzetsheldin tijdens de Eerste Wereldoorlog, wiens verhaal vooral bij de oudere Oost-Eeklonaren in het geheugen gegrift staat, maar bij de kinderen niet gekend is. Zulma Rondas mag dan misschien al lang overleden zijn, vandaag leek het wel even of ze terug was in Oost-Eeklo om haar verhaal te vertellen. En wordt dat niet geloven, maar ook ik jong worden, word ik een schoenmaske, als ik hetzelfde, en ook ik krullen hoor. En daar stak ik mijn briefje in. Ik rolde die brief fijn op en ik stak het dan in mijn krul en ik deed dat alvast mee in een spelletje. Op die manier zou Zulma ontelbaar veel berichten over de grens naar Nederland voorbij de dode draad gesmokkeld hebben. Ze zag dat als haar morele plicht. Een plicht die haar uiteindelijk enkele jaren van haar leven kostte, want ze werd verraden en geklist door de bezetter, die haar deporteerde naar een concentratiekamp. Dat is zo in de oorlog. Je wordt verraden om een boterham of om een paar centen. Wat dat ook begrijpelijk is van degenen die soms verklikken, want niet iedereen verklikt uit slechte wil, maar soms gewoon kwestie van overleven. En die boodschap heeft zij eigenlijk nadien ook wel begrepen. Dat maakt haar ook groot. Niet alleen dat ze voor het verzet heeft ingestaan, maar ook dat ze vergevingsgezind was. En die boodschap willen wij eigenlijk ook aan de kinderen die hier aanwezig waren meegeven. En dus wordt er vandaag hulde gebracht met bloemen en oorlogsliederen. Ook de familie van Zulma genoot vandaag met volle teugen. Daar ben ik heel blij mee. Hè? Ja. Spijtig dat ze het niet meer kan beleven. Ze stond niet graag in belangstelling, maar ze zou dat toch wel heel plezierig gevonden hebben, denk ik.